We zijn in gesprek met Marielle Huismans. Ze is geen quilter meer alleen, maar ze maakt ook textiele kunstobjecten. Marielle, wat ben je allemaal aan het maken voor mij? Ik ben de laatste tijd vooral bezig met boyage. En dat is deze techniek. Dat is een Koreaanse quilttechniek. Ook al mag het niet echt meer, in Nederland mag het niet echt als quilt noemen. Het is eigenlijk een naaitechniek, de Engelse naad of de spijkerbroekennaad. Nou, dit werk heet De Vrijheid van Mijn Grenzen. Dat was het thema en ik heb nagedacht over het thema. En bij een grens heb je altijd een slagboom. Die is rood met wit gestreept. Dat heb ik als uitgangspunt genomen. Vandaar ook de rode blokken in de witte vierkanten. Het heet De Vrijheid van Mijn Grenzen, want het poppetje wat erop staat, dat ben ik. En de grenzen die ik voor mijn eigen werken ervaar, is de grens van de tijd, een grens van creativiteit, van materiaal, gezondheid. En die heb ik hierin proberen duidelijk te maken. Dat is dit werk. Het is wel heel bijzonder werk, hè, dat collage. Ja. En je hebt er nog meer van, zie je. Ja. Zullen we naar de volgende gaan? Dat klopt. Ik ben eigenlijk doorgegaan en ben gaan zoeken van hoe kan ik nou de collage combineren met het quiltwerk. Want het quilten vind ik ook heel erg leuk om te doen. En dat heeft een tijd geduurd voordat ik daar uit was. En ik wist niet meer van wat wil ik nou, wat moet ik nou. Totdat ik op een gegeven moment mezelf de opdracht heb gegeven van je gaat gewoon een aantal lappen verven in één kleur. En je gaat met één techniek, met één vorm daarmee aan de slag. Nou, ik heb gekozen voor blauw. Ik heb een aantal blauwe lappen gekozen en me laten leiden door het patroon van de verf in die lappen. En dat maakte dat ik op een gegeven moment weer ideeën kreeg. En ja, omdat als je in een dip zit, dan heet dat ook wel de blues. Vond ik het een toepasselijke titel om dat de blues te noemen. Deze twee. En hier ben ik, heb ik een combinatie gemaakt van en de collage, de transparante, en de traditionele quilt van drie lagen ook. En dat is waar ik op dit moment steeds verder mezelf in ben aan het ontwikkelen. Ja, dit is de richting waarin je ook verder gaat? Ja, dit is de richting waarin ik verder ga. En ik ben ook ontdekt of gespot, zeg maar, door Chongi Lee, degene die in Korea de collage techniek heel erg daar bekend in is. En zij is echt de goeroe van iedereen die collage maakt, hè? Ja, ja. En ik begrijp dat je daar naartoe gaat? Nou, ik heb via Facebook een oproep gekregen of een verzoek gekregen om werk in te zenden, dus ik ben met haar in contact. En ik ga kijken wat daar volgend jaar uitkomt. Ik vind het sowieso wel super gaaf dat ik daarvoor een uitnodiging heb gekregen. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt heel uniek. Ja. Marielle, als mensen jou willen volgen of meer willen weten over jouw werk, waar kunnen ze je vinden? Op mijn website mariellehuismans.nl. Helemaal goed. Dankjewel, Marielle. En heel veel succes met de collage. Goed, dankjewel.